Maar nu eerst opera op gitaar. Rossini die componeerde dus voor een heel orkest en voor allerlei zangers, operazangers, dus mannelijke stemmen, hoge stemmen. En alles bij elkaar heeft Giuliani in één gitaartje gelegd. Alle klanken afzonderlijk van de instrumenten, die kan je wel degelijk nabootsen op de gitaar. De gitaar was echt een instrument dat eigenlijk een soort mini-orkest vormde. Waardoor je dus ja, al die dingetjes kan laten horen. Nou, dan heb je bijvoorbeeld de trompetten. Kan je dus heel mooi bij de kam, met je hand een beetje zo rechter op de snaren, krijg je dat effect. De strijkinstrumenten, die hebben veel meer lucht in de toon eigenlijk, veel meer, een beetje meer wind. Zo. En dat kan je ook met je hand zo, als je zo meer aanslaat, dan hoor je dat. Een gestreken instrument. Je hoort eigenlijk bijna geen attack. Cello. Semiramide is een opera van Rossini. Rossini was in de tijd van het begin van de 19e eeuw echt één van de grootste componisten. Hij was vooral bekend om zijn komische opera's. Maar die muziek die blijft heel erg licht. Ook in deze serieuze opera. Terwijl het verhaal echt een draak van een verhaal is. Die opera muziek was zo populair dat mensen die ook thuis wilden gaan spelen. Dan gingen ze bijvoorbeeld een avondje uit naar de opera, zoals men nu een avondje naar de film gaat. En kwam je thuis en dan wilde je graag zo'n hit van de opera, wilde je graag op je eigen instrument spelen. En dan waren er mensen zoals Mauro Giuliani, dat was een gitaarvirtuoos in die tijd, in Wenen. Die dan die stukken van de opera voor gitaar bewerkten. En dan moet je echt voorstellen, dus ook de zangpartijen, de orkestpartijen. Alles in één gitaar. Dus van trompet tot andere koperblazers, strijkinstrumenten, maar ook de grote zangsolisten. Die klonken allemaal in zo'n gitaartje. Jawel hoor. Beter nu dan dat we straks weer naar beneden. Ja, je ziet hier die schroef. Nee. Misschien niet zo erg. Vinden we dat erg? Volgens mij vind jij dat wel erg. Ik vind alles erg. Alle details vind ik erg. Nou, dan gaan we toch veranderen. Niet helemaal, we kunnen wat opschrijven. Ja. Ietsje opschrijven? Ja. Ja, dat is wel mooi. Laten we doen. Die muziek is eigenlijk is niet meer dan een taal. Of, is gewoon, in die tijd was het een taal die iedereen verstond. En om die taal weer te reconstrueren, moet je eigenlijk naar andere middelen grijpen dan alleen maar
die nootjes die op papier staan. Want dat was gewoon, ja, dat is net als dat je een boek leest. Daar zie je nog niet aan hoe je het moet uitspreken. Lang geleden woonde er in het land Babylon een koning en een koningin. De koning heette Nino, de koningin heette Nina. En ze kregen een zoontje en die noemden ze Ninjas. De goden voorspelden dat er iets heel ergs met Babylon zou gebeuren. De koning... Wat ik gedaan heb is, ik heb de muziek van Rossini, de originele muziek van Rossini, uit deze boeken gehaald. Hier staan alle woorden in ook en met de noten erbij. En ik heb die woorden heb ik opgeschreven, onder de noten gezet van de gitaarmuziek. En daardoor kon ik precies zien waar in het Italiaans de punten en de komma's zaten en ook nog het karakter van het stuk kon ik daardoor bepalen. Kon ik veel makkelijker de puls ook begrijpen, omdat ik gewoon wist waar het over ging. En doordat ik dus weet ook waar de medeklinkers liggen. Bijvoorbeeld hier heb je A perche tremi. Nou heb ik niet zo'n mooie rollende R, maar zo'n Italiaanse operazanger heeft dat natuurlijk wel. En dat duurt eventjes, dus voordat die klank eruit komt. En dan komt die bliksemflits. Kijk, lekker bij de kam, heel lelijk. Donder. Nou, dat hoor je natuurlijk in de echte opera, hoor je dat veel groter met effecten en zo. Deze muziek is natuurlijk niet voor kinderen bedoeld, tenminste dit verhaal niet. De muziek van Rossini wel, vind ik zelf heel erg speels en heel... Ja, hij heeft ook iets lichts. Wat moet hij doen? Dus we hebben voor kinderen hebben we dat verhaal een beetje moeten aanpassen. Maar als ik ga zo meteen dezezelfde aria's ook spelen in het Rossini Festival in Italië. En daar kan ik het gewoon in de volwassen versie, zeg maar, in de originele versie vertellen. Ik breng hem inderdaad op het podium, maar ik breng het niet in de operazaal. Dus ik maak er een intieme voorstelling van. Alsof je met z'n allen in een grote huiskamer zit, als het ware. En daar vertel ik het verhaal van die opera bij. En er waren heel veel van die muzikale avonden in salons waar dat gedaan werd ook, hoor. Waar stukken gespeeld werden, waar bijvoorbeeld Giuliani zijn nieuwste stukken kwam spelen en daar iets over kwam vertellen. Dus een beetje die sfeer probeer ik weer na te bootsen, als het ware.